De gebiedsontwikkelaar wil samen met partner van Rijn projectontwikkeling op het terrein woningen bouwen, zowel in als rond het kasteel. Maar dat kan alleen als de gemeente Almere het bestemmingsplan voor het gebied wijzigt. Want nu is woningbouw daar niet toegestaan. De verkoop gaat ook alleen dan door als het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Dat is een ontbindende voorwaarde in het koopcontract. Als de gemeente akkoord gaat met de plannen voor de nieuwe wijk, dan gaan BPD en Van Rijn aan de slag met de bouw van een wijk van 850 woningen. Volgens de koper van het kasteel gaat het om woningen in verschillende segmenten: zoals koopwoningen, zorgwoningen, huurwoningen in de vrije sector en sociale huurwoningen. De eerste paal voor het kasteel ging al ruim 20 jaar geleden de grond in. Er waren al vaker plannen voor woningbouw. maar de gemeente Almere heeft die telkens afgewezen. De kans bestaat dat het deze keer wel gaat lukken. De gemeente is in gesprek met de projectontwikkelaar. en een woordvoerder van de gemeente zei dat de kans nu toch echt groot is. dat er wat gaat gebeuren. De gemeente benadrukt dat de raad wel akkoord moet gaan. met elke wijziging van het bestemmingsplan. Zowel Gravin BV als BPD willen niet bekendmaken. voor hoeveel euro het kasteel onder voorbehoud is verkocht. De hoop van de ontwikkelaar is dat de bouw eind 2024 kan beginnen.